Welkom bij een nieuwe editie van Ondernemen met Meppel. Vandaag de Click & Collect Corona editie bij een bijzondere horecaondernemer. Nou, ik ben Maartje, ik werk voor de Beren in Meppel. Of eigenlijk voor het hoofdkantoor, maar onder andere voor de Beren in Meppel. Maartje, we zijn binnen hier in de Beren in Meppel. Allang is hier niemand meer geweest. Hoe voelt het nou om mensen te ontvangen? Ja, heerlijk. Ik heb echt het gastcontact onwijs gemist. Dus ik vind het heerlijk dat jullie er zijn, maar ook als mensen even komen afhalen, dan maak ik vaak ook wel even een praatje. Ja, want mensen kunnen hier in de winkel hun koffietje komen halen, maar ze kunnen ook online bij jullie een lunch komen bestellen en die kunnen jullie ook afhalen en zelfs bezorgen. Ja, absoluut. We hebben een bezorgservice. Daar hebben we 5 elektrische fietsen en een elektrische scooter voor. Af en toe spring ik even bij met de auto. Maar zeker. Bezorgen doen we absoluut. Heel goed. En daar is ontzettend veel animo voor, hè? Ja, dat loopt hartstikke lekker. We bezorgen in heel Meppel en een stuk van Nijeveen. En we mogen er absoluut over klagen. Ja, nu nog bezorgen. Ja. Maar over een tijdje, als het weer open gaat, dan heb je ook gewoon bedienend personeel. Dat is zeker in de keuken. Zeker. Ja, we zijn zelfs al op zoek. Ook alweer druk bezig met sollicitatiegesprekken. We willen wel gewoon klaarstaan voor als we straks weer mogen. Jullie zijn een groot concern, maar nu in Meppel. Wat merk je dan een ondernemer met Meppel wat je bij andere steden wat minder ziet? Ik vind dat Meppel echt een ondernemersstad is. Je merkt dat er in de binnenstad zitten heel veel zaken, maar ook gewoon daaromheen de productiebedrijven en andere grote en kleine ondernemers. Mm-hmm. En ondernemer met Meppel werkt ook graag samen met ondernemer met Meppel en daarbuiten. Dus er wordt veel georganiseerd van uit de Meppeler Handelsvereniging en de Business Club Meppel en de gemeente. Om die samenwerkingen te bestelligen en te bevorderen. Ja, want jullie werken redelijk veel samen, hè? Ja. Kan je iets vertellen over de grootste samenwerkingspartners? Ja, tuurlijk. We hebben nauw band met Luxor. Dat zit hier natuurlijk boven. De bioscoop, theater. Ja. Ja, een hele mooie bioscoop met van die luxe stoelen. En we hebben een film in dinerarrangement met hen onder andere. Dus mensen kunnen dan hier een lekker 3-gangen menu komen doen. En aansluitend toch voorafgaand naar de film bij Luxor. Ja. Maar ook samenwerking rond kinderfeestjes en bij een drankje gratis bitterballen als je naar de film bent geweest. Dat soort acties hebben ze. Ja, en eigenlijk ook met alle partners hier omheen. Klopt. De kapper en hiernaast de penstore. Ja. Dat zijn veel samenwerking voor een bedrijf wat er relatief kort zit. Is dat echt iets wat jullie willen uitdragen? Ja, ik vind wel. We willen altijd bijdragen aan de sociale economische ontwikkeling van een locatie waar we zitten. En ik vind een samenwerking aangaan met je omgeving een goede manier om dat te doen. Mm-hmm. Bovendien bouw je dan niet alleen een goede band op met je gasten, maar ook met je collega-ondernemers in de stad. Ja, want die ondernemers zijn voor jullie naast dat je wil samenwerken ook heel belangrijk op een andere manier. Ja, klopt. We zijn nog op zoek naar een franchise-nemer voor Meppel, voor Drenthe aan zich. Dus mocht er een enthousiaste lokale ondernemer zijn die graag een weer zou willen franchisen, dan kan dat absoluut. Ja. Ja. Hier is dus waar we onze gasten verwelkomen. We hebben hier het afhaalpunt, kunnen we eten meegeven. Mensen komen ook wel eens voor koffie to go en een kort babbeltje. En dan hebben we hier zo een medewerker staan. Die kan hier eventueel ook een bestelling invoeren. Mochten mensen gewoon binnenlopen en on the spot willen bestellen, dan kan dat zeker. Dan hebben we hier de computer staan waarin we de bestelling invoeren. Ze kunnen ook altijd online bestellen via de website of via de app. We hebben speciaal een app die mensen op hun telefoon kunnen zetten. En daar kunnen ze al onze lekkere gerechten gewoon bestellen. Goed, hartstikke bedankt voor de kijkers thuis. Dus bestellen kan via de website en de app. Ja, klopt. En de link was www.beren.nl. Geweldig. En dan kan je alles bestellen. Klopt. En dan wordt dat heerlijk bezorgd. Of kan je dat afhalen. Absoluut. Hartstikke bedankt voor vandaag. Yes. Veel succes de komende periode. Ja, dankjewel.